Het was een teleurstellende eerste dag voor schaatster Femke Beuling uit Emmeloord op het NK Sprint. In ijsstadion Tialf in Heerenveen staat ze na de eerste 500 en de 1000 meter op de 10e plaats. Ja, het is nu wel gebeurd. Ja, ik doe nu niet meer mee voor het podium. Beuling schaatste op de eerste 500 meter van dit weekend naar een teleurstellende tijd van 38,60. Ze werd met die tijd 9e op de 500 meter. Ja, het was gewoon een beetje slordig. Ik maakte een missie al naar 50 meter en daardoor kwam ik wat omhoog. En dat bleef eigenlijk de hele rit hetzelfde. En dat ging gewoon niet hard genoeg. Is dat te verklaren voor jezelf? Dat je daarmee bezig bent nu van direct naar die wedstrijd van ja, dat ging mis en dat weet ik en dat moet anders? Ja, dat is ook meteen naar de 500 waar je het even over hebt. Zodat je dat ook meteen mee kan nemen naar 1000. Anders dat er heel weinig tijd tussendoor zat. En voor mijn gevoel heb ik dat ook best wel goed gedaan op die 1000 meter. Alleen daardoor was misschien iets te ontspannen. De eerste ronde was gewoon veel te langzaam. Maar wat ik al zei, zat ook weinig tijd tussen. Dus opening was ook gewoon niet hard. Miste gewoon een beetje snelheid. Op de 1000 meter schaatste Sofie een tijd van 1:17:43 naar de 11e plaats. Een podiumplek kan de Emmeloordse vergeten. Ze moet morgen tijdens de tweede dag het slechte gevoel van vandaag wegzien te spoelen. Ik denk dat dat ook wel kan en ook wel gaat lukken. In training gaat het heel goed en ik wil dat gewoon heel graag in wedstrijden laten zien. En ik heb het idee dat ik dat eigenlijk nog niet gedaan heb. Dus ik hoop dat dat morgen gaat lukken. Is dat dan misschien te graag willen, dat van je afzetten om je te laten zien en dat het daar dan misschien ook weer misgaat? Of is het zo niet te zeggen? Ja, zou kunnen, maar dat is lastig. Als ik dat wist, dan zou het ook niet zo vaak fout gaan. Het is bijna niet te zeggen in dat sprintwereldje, want dit zijn zulke kleine verschillen. Het is eigenlijk net niks, maar het is ook weer zoveel, hè? Ja, klopt. En dan sta je wel gewoon met lege handen, dus dat is heel zuur.